Behoorlijk wat gerage in deze video. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met het kijken van deze video. Hallo kijkers van 2GamingNL, Koen hier met een leuk verhaal, lekker lang. Zo shit, jongens. Ik wilde dit al zo lang doen. We gaan gewoon een Minecraft Survival Serie doen. Ik ga Minecraft spelen, jullie gaan kijken naar de Minecraft gameplay. En ik ga gewoon even een leuk verhaal vertellen tijdens de gameplay. Hey, taking inventory en dan gaat hij naar boven. Super vet. We gaan gewoon even survivalen. Gewoon omdat het leuk is en omdat het kan. En ik ga jullie een leuk verhaal vertellen over dingetjes wat ik leuk vind om te vertellen. Om te beginnen gaan we het heel eventjes hebben over mijn soort van obsessie, vinden mensen het. Er zijn steeds meer mensen die worden helemaal gek van mijn interesses. En mensen beginnen het steeds meer te zien als een obsessie van mij. En dat is namelijk mijn... ik heb een ding met wolven. Ik heb... nee, even serieus. Even zonder grappen. Ik heb een ding met wolven. Mensen beginnen dit steeds meer als een obsessie te zien. En ik denk zo van... yo, als jij het een obsessie vindt, ga je gang. Noem het maar een obsessie. Het maakt mij niet uit. Het is voor mij is het niks anders dan een interesse... die een beetje over de top is gegaan de afgelopen jaren. Wolven, ik vind het leuke beesten. Ze zijn zeer uniek aan anderen. Hé, kijk, daar heb je er toevallig een. Ik moet sowieso een bordje hebben, zodat ik wolven kan nemen. Super gaaf. Maar, ja, wolven, wat is dat nou eigenlijk met mij en wolven? Ja, ik kan het eigenlijk wel een beetje goed uitleggen. Ik vind het zeer interessante beesten. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat ik kan... absoluut niet vertellen van hoe het nou zo is geworden. Dat ik in één keer zo gek ben geworden op wolven. Dat is hetzelfde dat als ik zou gaan vertellen van dat ik heel erg gek ben op rockmuziek. Ja, misschien omdat ik ermee ben opgegroeid. Dat is het beste waar ik dan op kan komen. Hoe ben ik aan mijn interesse voor rockmuziek gekomen? Heb ik niet, maar het zal wel. Even als voorbeeld, ja? Ja, weet ik veel. Ik ben ermee opgegroeid. Nou, net als de meeste mensen ben ik opgegroeid met allemaal leuke sprookjes die over wolven gaan. Nou, ik heb dus allemaal sprookjes gehoord over wolven die graag een big op het menu hebben staan. Of wolven die gewoon heel eventjes voor de leuk kroodkapje met huid en haar levend verslinden omdat ze honger heeft. Plus natuurlijk roodkapjes oma. En natuurlijk ook nog verhalen van de weerwolf. Die natuurlijk een monster schijnt te zijn in sommige films. Maar in sommige films ook weer niet. Het is allemaal zeer apart. Het zijn hele aparte verhalen. En het zijn echt allemaal van die verhalen waarvan ik zit van... wanneer wordt nou een keer de waarheid achter wolven verteld? Het is toch zo van... sprookjes zullen toch een soort van moeten laten zien... hoe het echte leven eruit ziet op een kindvriendelijke manier. Kijk, er zijn een heleboel sprookjes die dit op de juiste manier doen. Maar als ze dan in één keer een wolf in het verhaal moeten stoppen... dan gaat het allemaal zo van... ja, wolven zijn slecht omdat ze mensen met huid en haar verslinden. Om te beginnen. Wolven zijn niet eens zo groot als de wolf in Roodkapje. Ze zijn niet eens groot genoeg om ons met huid en haar te verslinden. Dat is onmogelijk. Kijk, weet je wat ze doen? Ze maken je eerst hartstikke bruut dood. En dan maken ze even je lichaam open en eten dan wat erin zit eruit. En dat is hoe wolven eten. En in sprookjes wordt het verteld van... wolven verslinden mensen met huid en haar. Dan heb ik nog niet eens gehad over de drie biggetjes. De drie biggetjes is een verhaal dat heel veel verteld wordt. En er zijn ook een heleboel verhalen over de... kleine boze wolf, a.k.a. wolfje. Mijn meest favoriete karakter uit de hele drie biggetjes reeks. Waarom? Omdat het kleine wolf is. En hij heeft nog zoveel te leren over hoe je een wolf moet wezen. En hij is de vader van de zogeheten grote boze wolf. Oh, zei ik nou dat wolfje de vader is van de grote boze wolf? Sorry, ik bedoelde de zoon van de grote boze wolf. Mijn fout. Ik heb zoveel problemen hiermee. Om te beginnen, de naam alleen maar. Grote boze wolf. Are you kidding me? Grote boze wolf is al gelijk de naam waar het allemaal mee begint. Als kinderen denken aan wolven, dan denken ze aan mensetende monsters.
En ik weet wel waar dat van komt. Van sprookjes. Onder andere Roodkapje, de drie biggetjes, de zeven kleine geitjes. Ja, dat is dan ook weer even een uniek voorbeeld van een wolf die gewoon heel eventjes binnenglipt in je huis. Om je dan vervolgens heel eventjes met huid en haar te verslinden. Hier is zelfs eventjes een hele film van gemaakt. Waarin heel eventjes wordt, waarin ze even laten zien hoe een wolf de geiten met huid en haar verslindt. Hey, lama's! Hey! Dit is onderdeel van de nieuwe 1.11 update, jongens. Ik vind het wel mooi dat we lama's kunnen tegenkomen. Ze zijn best wel zeldzaam, volgens mij. Ik heb ze nog niet eerder tegenkomen. Tot vandaag dan. Maar in ieder geval, ik heb dus zoveel problemen met de zeven kleine geitjes. En dan heb ik het nog niet eens over het hele wolf probleem. Maar over het hele verhaal in het algemeen gewoon. Laten we wel eventjes beginnen bij het begin. Namelijk dat de moeder van de zeven kleine geitjes vertrekt om er wel even boodschappen te gaan doen. En ze laat de zeven kleine geitjes alleen thuis. En ze zegt dat dat de zeven kleine geitjes moeten oppassen voor de grote boze wolf. Alweer? Wat de naam? Grote boze wolf. Are you fucking kidding me? Ga weg met die naam. Laat die naam gewoon los. Weet je wel. Laat wolven gewoon wolven wezen. Noem het gewoon wolf. En als je het niet wolf kan noemen, schrap dan het hele verhaal van de wolf. Trouwens, als je niks goeds kan vertellen over wolven, wat daar zit goeds in wolven, hou dan gewoon op met het verhaal te vertellen. Het heeft geen zin om een verhaal te vertellen als je niet de waarheid achter het meest interessante beest dat er is. Er is geen verhaal, geen sprookje waar een wolf in zit die de waarheid achter het meest interessante beest dat er misschien wel rondloopt op deze mooie aarde, de waarheid vertelt. Achter de wolf. Daar is er geen één van. Zoek het maar op. Zoek maar even een paar mooie sprookjes op in het grote boek van sprookjes. Je zult geen sprookje vinden die de waarheid achter wolven vertelt. Niet één. Verder, als jij een verhaal hebt gevonden die wel de waarheid achter wolven vertelt, laten we maar even weten in de reacties. Dan ga ik hem opzoeken. En dan ga ik daarop reageren in weer een andere praatvideo. Maar in ieder geval, de grote boze wolf die komt dus heel even langs bij het huis van de zeven kleine geitjes. Want ze zijn alleen. Dan gaat hij naar ze zoeken natuurlijk in het mooie huis. Hij breekt gewoon letterlijk binnen. Zo van, jouw grote boze wolf kan gewoon in je huis breken. Zodat ze eventjes jou met huid en haar komen verslinden. Oké, ik heb zoveel problemen met dit verhaal. Maar ja, ik heb het nog niet eens gehad over de rest van het hele verhaal. Laten we gewoon nu wel eventjes doorgaan naar het ultieme stuk. Waar ik absoluut een enorm probleem mee heb. Er is één geitje die zit vast in de klokkentoren. Of gewoon in de klok. Die komt er levend uit. Die leeft nog. Er zijn zes kleine geitjes levend verslonden door de wolf. En die zijn nooit meer teruggevonden. Wat een mooi einde. Wat een prachtig einde om een beetje je verhaal mee te eindigen. Dit is vreselijk. Ik heb dit verhaal nooit leuk gevonden. Whatsoever. Ik heb het verhaal nooit mooi gevonden of interessant. En dat heeft allemaal te maken met dit hele slechte verhaal. Al sinds ik een klein kind was, haatte ik het verhaal. Op zoveel niveaus. Het was vreselijk. Misschien wel het slechtste sprookje dat de gebroeders Grimm ooit hebben gemaakt. Als je het mij vraagt, hè. Er zouden vast wel meerdere sprookjes zijn die niet al te goed zijn, maar vast wel redelijk zijn. Maar als je mij vraagt, was dit een van hun slechtste werken. In ieder geval, jongens, er valt nog zoveel te vertellen over wolven en shit. Om te beginnen wil ik wel even wat goed vertellen over de wolf. Tenminste, ik vind het een goed ding. Namelijk dat de wolf steeds verder dreigt naar Nederland. Veel mensen die wisten het waarschijnlijk al vanwege het nieuws dat explodeerde. Toen er mensen achterkwamen dat er een wolf in Nederland rondzwierf ergens. Waar precies weet ik niet meer, maar dat maakt niet al te veel uit. Er liep dus een wolf rond in Nederland. Wat ik gezien heb en ik vond het zo mooi om dat te zien. Maar ook zo naar. De wolf is pas net in Nederland.
En hij krijgt niet eens een klein beetje rust. Gun de wolf zijn rust, dames en heren. Alsjeblieft. Zelfs de dierenbescherming heeft het hierover. Gun de wolf alsjeblieft zijn rust. Kijk, op wolventerritoriums waar je gewoon op kan komen. Waar wolven rondlopen. Hebben wolven niet zoveel last van de mensen? Hopelijk. Ik weet niet of dat het zo is, maar ik hoop oprecht dat mensen geen last bezorgen aan de wolf zijn territorium. En aan de wolf in het algemeen, zeg maar. Maar wat als dat zo is, dan word ik echt heel boos. Nee, maar even serieus, jongens. Het is gewoon echt verschrikkelijk om te zien wat men allemaal wel niet te vertellen heeft over de wolven. Wolven zijn super interessante beesten en ze zouden in een heel mooi daglicht gezet moeten worden. Ze zullen niet slecht verteld moeten worden. Ga weg, baby zombie. Ga weg, baby zombie. Ga weg, baby zombie. Oh god, ik ga hartstikke dood hier. Oké, okay. Wolven zullen niet in een kwaad daglicht gezet moeten worden. Ze zullen gewoon in het zonnetje gezet moeten worden. En heel veel goeds moet erover verteld worden. Nee, in plaats daarvan worden er sprookjes geschreven waarin men gewoon zo denkt van... Jongens, we moeten een verhaaltje schrijven waarbij een mensetende wolf roodkapje met huid en haar verslindt. Als je het mij vraagt, is dat een vreselijk idee. Ik denk dat ik mijn punt nu al gemaakt heb. Ik vind sprookjes als de drie biggetjes, roodkapje en... de zeven kleine geitjes. Redelijk. De zeven kleine geitjes vind ik vreselijk trouwens. Maar ik vind het verhaal van de wolven vind ik vreselijk. Ik ben blij dat ik hier respawn tussen de wolven in. Dat betekent dat ik dit met een prachtig plaatje. Weet wat? Ik ga gewoon even een printscreen nemen voor de thumbnail. Alsjeblieft. Hier heb je een heel erg mooi printscreentje van. Oh mijn god, die wolf is vet. In ieder geval, ik bedank je voor het kijken naar deze video. Als je hiervan hebt genoten, dan zou ik je heel erg graag bedanken voor dat duimpje omhoog. Als je nog geen duimpje omhoog hebt gedaan, doe dat dan al even. Dan ben ik je heel erg dankbaar. En uiteraard ook nog heel even abonneren op ToGamingNL, zodat je nooit meer een video hoeft te missen. En vooral mijn andere praatvideo's. Klik heel eventjes op deze mooie video's die nu in beeld staan. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later mensen!